Monique, ik ben Marloe van Rijn, drievoudig Paralympisch kampioen en al vanaf mijn 12e ambassadeur van de Johan Cruijff Foundation. Ik ben eigenlijk voor het eerst echt plezier gaan beleven aan sport door de Johan Cruijff Foundation. Ik was 12 en ik kwam op de open dag en ik kon daar gewoon lekker gaan sporten samen met mijn vrienden, geen gedoe en vooral heel erg veel plezier beleven. Ik heb Johan ontmoet op de open dag en dat was eigenlijk heel erg leuk, want Johan speelde altijd gewoon mee met de kinderen. Dus daar gingen we lekker mee rolstoel basketballen en je merkte wel aan de volwassenen om je heen dat die heel goed wisten wie die was. Maar als kind ging je gewoon lekker sporten met een hele aardig man. Ieder kind zou samen moeten kunnen sporten. Als je samen speelt, zou je samen in de maatschappij. Sport is gezond, het is goed voor je zelfvertrouwen. Maar het meest belangrijk is, je leert samen plezier beleven. Daarom is het ook, zoals de Johan Cruijff Foundation altijd zegt, heel belangrijk om ruimte te creëren om samen te spelen en samen plezier te hebben.